voor parlementariër Jennifer Vreedzaam is en blijft Bouterse een icoon. En al is het niet morgen, al is het over 5, 10 of 20 jaren, maar eens zal de waarheid naar boven komen. En dan zal men zien dat Bouterse daadwerkelijk een icoon is en dat hij daadwerkelijk legacy heeft achtergelaten. Vreedzaam ging er in op de dag van 20 december. 20 december 2023, hoe het in de geschiedenisboeken gaat. Als we kijken dan naar de voorzitter van de Nationale Democratische Partij en de leider van de revolutie, dan zeg ik dat het overal 90%, 98%, 99% zal gaan over die icoon Bouterse. Dat hij een icoon is en zal zijn voor die samenleving. Omdat ik denk dat nu, als we kijken nu naar deze regering en wat ze zijn, dan heb je Bouterse nodig. Heb je Bouterse aan de kant van die samenleving nodig om zij aan zij te strijden tegen die onrechtvaardigheid die op ons afkomt. En ik denk dat Suriname heel sterk, en dat zal zeker nu het geval zijn, ook als je kijkt naar de opkomst van zaterdag, dat we dan meer dan ooit nodig hebben en willen hebben voor die samenleving. Zij aan zij te strijden voor die onrechtvaardigheid. Ik denk dat, we dat zullen zien in de geschiedenis. En ik weet en ik ben overtuigd, en dat is ook bewezen, het is ook bewezen in de wereldgeschiedenis, dat naar gelang van tijd, na een tijdje of na jaren, wanneer de volgende leider zal opkomen, dat ook de geschiedenis, de tijd, alles zal recht trekken. Dan is hij er niet meer, maar, en misschien u en ik ook niet, maar voor onze kinderen ben ik 100% zeker dat het recht getrokken zal worden. Omdat ik weet, rechtvaardigheid is een lange bloem, laat me het zo zeggen. Rechtvaardigheid heeft een lange adem. En het komt goed, dat weet ik. Natuurlijk, voor dit moment is het heel emotioneel voor velen van ons. Omdat je natuurlijk dat niet wil. Maar zoals ik heb ervaren rondom hem en ook zaterdag. Dan eigenlijk is de boodschap van hem geweest van we gaan het moeten accepteren. En hij heeft ons ook keer op keer gezegd van accepteren jullie het. En de lessen die ook zijn geleerd vanuit het denken en filosofie van de Nationale Democratische Partij is een van democratisering, participatie, meedenken, meedoen, meebeslissen, rechtvaardigheid. En dat is iets waarop wij allemaal als NDP'ers trots op zijn. Dat we voort kunnen gaan, dat we een houvast hebben. Asane Dede. En heeft het ook gezegd. Het gaat niet om de persoon Bouterse, maar het gaat om de voortleving van zijn denken en het filosofie achter dit alles. En daarop ben ik trots. En ik ben 100% zeker dat Asiri Fado aan presie. Asiri Fado. En het gaat groeien en bloeien tot de volgende leider zal opstaan met hetzelfde denken en hetzelfde filosofie die ons verder zal leiden. Daarvan ben ik overtuigd. En men kan doen wat men wil, toch? Het buitenland mag doen wat ze willen. Ze mogen denken van I win a strijd, maar never. De strijd is nooit gewonnen. En zij zullen het ook nooit winnen. Omdat we zien hoe de ontwikkeling is geweest vanaf de jaren 80 tot 87 met de oprichting van de partij.
en daar binnen de partij eigenlijk mensen voorbereid zijn geworden om dit verder voor te brengen. Dus het doet pijn, ja, maar ergens heb ik een hoop dat wij die verder moeten, en we zullen het ook oppakken. Ik ben heel blij dat hij een bijdrage heeft geleverd aan de verkiezingsprogramma van 2025. U heeft zijn gedachtegang gehoord bij de massameeting over een nationale kabinet. En wij gaan daarvoor. En dat is die houvast. Dus de Mahdusa de Wani. Ze mogen zeggen wat ze willen, echt waar. Maar die kracht en die versterking. Die wij hebben gehad en gaat voortleven. En dat gaat niemand, no one man, maar pur apistori dat die. En het gaat hem nog groter maken. Dat is 100%. Het gaat en zal hem nog groter maken. Voor de rest van infinity, laat me het zeggen infinity. Want infinity betekent nooit, nooit, nooit meer. En dat is iets wat ik koester en ik in mijn hart hou. Omdat ik ook heb gezien en bedanken dat hij zoveel heeft betekend voor Suriname. Hoe klein, maar ook hoe groot. Hij heeft zijn stempel gedrukt. En er zijn fouten gemaakt. Je bent mens. Soms zie je dingen niet. En ik weet nog, hij heeft een keertje gezegd, wel, als ik kon zien in de toekomst wat er zou gebeuren, dan kon ik misschien mijn weg of mijn pad wijzigen. Maar dat is het leven eenmaal. Je bent erin, je maakt je fouten, je corrigeert, je komt terug, je maakt fouten, je corrigeert. En dat is het leven. En dat is iets wat ik mee zal brengen en mee voort zal leven. Het is wat het is. Ja. U praat over de icoon Bouterse, mevrouw Vreedzaam. Maar voor velen is hij nog altijd de verdachte in het 8 december strafproces met een eis van 20 jaar en gevangenneming. Als we kijken naar, als we SEC moeten gaan beoordelen naar het strafproces, dat laat ik in het midden. Omdat wij weten dat wij in een hele kromme recht staan. Het juridisch systeem is heel krom. Dat weet ik, dat zien we ook vanuit vanuit het proces van zijn kant uit, vanuit de verdachte kant, dan zie je dat ook. Dat er schendingen zijn geweest in het proces. En hij heeft hem, en heel grappig is dat hij het eigenlijk heeft gelaten voor wat het is. Hij niet er tegen heeft gevochten. En dat maakt hem groot. En dat is dat ding, hè. Hij heeft de vijand over zich heen laten komen. En he didn't care. Hij heeft het geaccepteerd. En dat maakt hem groot. En dat zal hem nog groter maken. Want inderdaad, als je weet dat je ergens toch wel een beetje... Want er is een verschil in het recht, denk ik, tussen iemand vermoorden. Je tikka a gongai kiras, maar letterlijk. En verantwoordelijk gesteld worden, weet je. En we zien in de wereld hoe het daarmee om wordt gegaan in het rechtsproces. En we weten dat. En dat men zo cru omgaat hier in Suriname daarmee, is jammer. Vind ik heel jammer, maar ja, we accepteren het. Maar weet u, het onrecht, het duurt niet lang. Het onrecht zal zeker niet lang duren. Maar we accepteren dat zoals het komt. En we horen het morgen. En men speculeert al dat er onrust zal komen omdat hij vanwege zijn aanhang. Maar ik ga u zeggen, ik vind die speculaties ook onterecht. Al 41 jaar, kijk hoe lang men al elke... De vorige, toen deze president minister was van justitie en politie in 2008 en het proces is begonnen, heeft deze minister, Chan Santokki, miljoenen gestopt, ja, in Boksel. En vandaag weer, morgen, wordt er weer miljoenen gestopt. Zogenaamd in naam van veiligheid. Zogenaamd in naam van onrust. Ik bedoel van, heeft de NDP bewezen
dat ze onrust creëren. Ik ben van de Nationale Democratische Partij. En ik weet dat ik uit een gedisciplineerde partij kom. Ik heb dat nooit gezien. Er zijn structuren. Wij zitten in een gestructureerde partij waarvan wij weten dat als er instructies worden gegeven, strategieën worden uitgezet, dat die aan de achterban wordt gecommuniceerd. Dus wanneer iemand gewoon, en dan refereer ik naar het rapport, zogenaamde het rapport van Justitie en Politie, DNV, dat is uitgelegd. Ik weet niet of u de redactie heeft gelezen. Ik vraag me af. Is gewoon iets voor de prullenmand. De insinuaties die worden gemaakt. Wat heeft geopolitiek met het 8 december proces te maken? Wat heeft links- en rechtse partijen met het 8 december proces te maken? En weet u, en men noemt de Nationale Democratische Partij. Het is rechtstreeks een bemoeien in de interne organisatie. Terwijl dat niet zo is. Ik weet niet of u ooit hebt ervaren dat de NDP echt rally heeft geschopt en heeft gepropageerd onrust. Ik denk het niet. Dus de insinuaties wat men maakt en men het doen laten voorkomen alsof NDP de grote boosdoener is, vind ik echt onterecht. Omdat dit is een proces van de leider van de revolutie. Het is een proces van de leider van de revolutie en niet een proces van de voorzitter van de Nationale Democratische Partij. En daar is die scheiding. En ik ga u één ding zeggen. Jammer dat men ook zoveel geld heeft gestopt in dit rapport. En je ziet ook weer dan die verspilling van gelden, van staatsmiddelen, om rapporten op te stellen dat op niets berust. Ik weet niet of iemand echt die analyse heeft gemaakt van dat rapport. Toch? Om te noemen, ik heb het rapport hier, om te noemen bijvoorbeeld, ik zie hier dat, ik ga even een zin voor u lezen, dat ik heel grappig vind hoor, en men analyseert de Nationale Democratische Partij, en men zegt hierin, de Bautisten en de diehard NDP'ers, hiervoor hebben de capaciteit om heel makkelijk de andere leden te beïnvloeden. Vandaar dat het merendeel van de partij ook uit leden bestaat met een beperkt denkvermogen. Dat staat in een officieel rapport wat de president en de minister van Justitie en Politie heeft aangegeven dat het inderdaad een uitgelegde rapport is. Kunt u voorstellen dat je insinueert dat de bevolking, dat het volk die achter de NDP zit, een beperkt denkvermogen heeft? Het is toch je reinste onzin van dit rapport? Is toch je reinste onzin om zulke insinuerende uitspraken en onrust te creëren? Want als je verder gaat, boy, ik ga je eerlijk zeggen hoor, aan de hand van de resultaat van de analyse, gebaseerd gebaseerd op al deze informatie, kan er een duidelijk beeld geschept worden van wat de gevolgen kunnen zijn bij eventuele inverzekeringstellen van de ex-president en welke beslissingen er genomen kunnen worden. Maar je praat hier over de Nationale Democratische Partij. Ik zie een punt hier. Belangrijk is ook dat de partij de verkiezingen en de enige politieke partij is die in alle districten in het parlement vertegenwoordigd is. Wat heeft dat te maken met het strafproces? Legt u me uit. Wat heeft dat te maken? En weet je, en ja, zo heb je een heleboel dingen. Men praat hier over een geopolitieke zaken. Wat heeft geopolitiek te maken met het 8 december proces? Wat heeft centraal links en centraal rechts en weet ik veel wat men China noemt, men hier?
Men noemt zaken in Zuid-Amerika. Boy. Ik weet niet hoor. Ik kan me niet voorstellen dat we met prullen, zulke prullen, beschrijvingen. Dit noemt men nationale veiligheid. Is dit een veiligheidsrapport? Dit is geen veiligheidsrapport. Dit is... Wat is dit volgens u dan? Ik heb geen enkele beschrijving ervoor. Maar het is een... Dit rapport, dit zogenaamde analyserapport van 8 december, is voor de prullenbak. Het is geen analyserapport. Het zijn insinuaties, het zijn beschuldigingen. Je noemt de achterban van de Nationale Democratie Partij. Noem je mensen met een beperkt denkvermogen. Ik bedoel van, je bent bezig met discrimineren. Je bent bezig met onrust te zaaien. Je bent bezig een bepaalde denkbeeld te geven aan de Nationale Democratische Partij. Om het meer te beschadigen. Maar moet ik hier, hè? Meneer Ganesh. Ze mogen doen wat ze willen. Ik kom uit een gedisciplineerde partij. U heeft gezien dat wij in alle districten vertegenwoordigd zijn. Wij vertegenwoordigen alle bevolkingsgroepen. En dat is hun probleem. Als zij een politieke analyse willen maken, want dit is gewoon puur politieke analyse. Het is niet gebaseerd op de veiligheid van Suriname. Het is niet gebaseerd op bepaalde aspecten. Zo maak je geen rapport. Zo maak je geen rapport. En ik vind het erg dat er geld wordt gestopt in deze zaken zogenaamd. Huh? Zie daar de deskundigheid die deze kabinet heeft. Ondeskundig, politiek helemaal, denken. Niet eens een nationaal denken om hun tegenstanders alleen maar een kopje kleiner te maken. Dat is de kern van alles. Dat is de kern van alle handelingen van deze regering. Met name de NDP een kopje kleiner te maken, met name de NDP, om ze naar de verkiezingen toe. Want ga je zeggen, nu is alles verkiezing, alles is politiek van deze regering. Ze kunnen de scheiding niet eens maken tussen het maatschappelijke en het politieke. Dus ik ga ervan uit dat men dit heel proces vanaf de jaren 80 ook dat ook zo heeft behandeld. En ondersteuning hebben gekregen vanuit de kolonisator, vanuit Nederland. 100%. En ik ben trots, hoor meneer Ganesh, moet ik eerlijk. Ik ben trots dat ik vanuit de... scholingsinstituut van de Nationale Democratische Partij een denkvermogen, een filosofie heb gehad van dat we één zijn. Een nationalistisch gevoel. Dat we voor Suriname moeten vechten. Suriname is voor Suriname. Daarna is het de rest. Maar Suriname is voor Suriname. Dat we onze cultuur, wat we hebben, wat vanuit de verschillende windstreken is gekomen, dat we dat blijven koesteren. Dat we het niet verliezen, maar dat we verder gaan om daar op te voortborduren en op te bouwen. Dat is wat ik leer. En men, nogmaals, men kan doen wat men wil met Bouterse. Maar het denken voor een, het handelingen voor een. Hoe hij ons heeft geleerd om te kijken naar de ontwikkeling van dit land. Hoe wij niet mogen discrimineren. Hoe we het nationale gevoel moeten hebben van omloop. Oenstranang van omloop akondre. Niemand gaat dat van ons kunnen weghalen. En wij gaan door daarmee. En wij gaan doorstrijden voor rechtvaardiging. En wij gaan doorstrijden voor een rechtvaardige samenleving. Dat is de NDP die hij achterlaat. Indien inderdaad morgen we het uiterste kunnen verwachten. En we gaan door met de strijd. Nooit NDP lassie en nooit gaan we ook verliezen. Integendeel maakt dit ons wijzer. Integendeel zal het Bouterse groot maken. En wanneer we de verkiezingen ingaan, gaan we de verkiezingen in met die gedachten van hem, met zijn denken en met zijn filosofie. We gaan dat nog meer verkondigen. En weet ik dat dat hem groter zal maken. Dus dat is het. En je ziet, het is een strijd.
Maar het is een waardige strijd waarvan ik trots op ben. En we verder gaan. En ik vraag ook aan iedereen daarom, als je dit begrijpt en dit weet, dat je dit rustig, we look at Tori, het is niet het einde, maar dat we, zoals hij dat zou willen, dat we verder gaan om de strategie uit te stippelen, om de verkiezing van 2025 te winnen voor dit volk. Dat we de verkiezing van 2025 gaan winnen om te vechten voor die rechtvaardigheid, gelijkheid, gelijke kansen voor iedereen, van alle hoeken van dit land. En als we dat beseffen en als we dat weten, dan is het 100% dat de achterban, alasma, sande, bakabouterse, dat de begrijp op pistori die ziet, dat de sapi dat no. We streek aan rechtvaardigheid, na streek dat die, of weet die, streek voor alle de grootste de maetiki, streek voor armoede, streek voor de ching. Sanegoas Koromoro. Maar weet hoeveel kinderen rondlopen in de stad. Je denkt van mij, die kinderen, er is een leerplicht. Toch zijn die kinderen rond. Boy, dat kinderen op straat zijn om te bedelen. Omdat ze vandaag niet hebben gegeten. Ouderen. De roof overvallen. Huh? Meneer, koop denk je aan Tori Dati en laten we die man groter maken. Dat is ons werk en dat is wat we moeten doen.